gravitatiekracht, een kracht van gravitatie. In het Engels betekent gravitation zwaartekracht. En zwaartekracht ken je wel, dus dan moet de gravitatiekracht ook wel lukken. We gaan snel van start. Dit hebben we al eerder gezien. De maan die rondjes draait rond de aarde. Maar stel dat er geen gravitatiekracht was. Tja, wat dan? Juist, dat gebeurt er. Maar in het echt gebeurt dat natuurlijk niet. Maan en aarde trekken elkaar aan. De aarde trekt aan de maan en de maan trekt aan de aarde. De kracht tussen de twee massa's, dat wordt de gravitatiekracht genoemd. Let op, de krachten werken vanuit de middelpunten. Waar zal de grootte van deze kracht van afhangen? Eerst hangt het af van de grootte van de massa's. Beide massa's zijn van belang. Als tweede is van belang de afstand tussen beide massa's. Let op dat de afstand tussen beide middelpunten moet worden genomen. Dit alles samen geeft dat je de gravitatiekracht kunt berekenen met G is een constante die overal gelijk is. In Binas, tabel 7, staat dat G deze waarde heeft. Dus let op dat deze gravitatieconstante niet 9,81 meter per seconde kwadraat is. Die laatste is de kleine letter G. Dat is de gravitatieversnelling. En die geldt alleen hier op aarde. De waarde van hoofdletter G is constant, ongeacht of je hier op aarde bent, of op de maan, of waar dan ook in het universum. Ook in Binas is te vinden dat de massa's van aarde en maan en de afstand tussen aarde en maan deze waarden zijn. Je kunt trouwens in Binas ook diverse andere afstanden vinden van ons zonnestelsel en andere massa's. We kunnen dus nu berekenen hoe groot de kracht is tussen maan en aarde. Dat wordt een behoorlijk groot getal dus. Dat komt natuurlijk omdat zowel aarde als maan zeer, zeer, zeer zwaar zijn. Neem iets anders. Pak eens twee pennen en houd ze vast op 1 meter afstand. Deze twee pennen hebben natuurlijk ook een massa. Stel 20 en 25 gram. Dan zal ook tussen deze twee krachten, tussen deze twee pennen, een kracht aanwezig zijn, een gravitatiekracht. De berekening gaat precies gelijk aan die van tussen de maan en de aarde. We veranderen massa's en de afstand en berekenen alles opnieuw. Je ziet dat de kracht heel, heel, heel klein is. Gravitatiekracht is in de natuurkunde een van de fundamentele krachten. We doen even iets wat geen onderdeel is van de lesstof, maar natuurlijk wel heel interessant onderdeel is van de moderne natuurkunde. Behalve de gravitatiekracht zijn er nog drie andere fundamentele krachten. Dit zijn de elektromagnetische kracht, de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht. De gravitatiekracht weet je nu wel. Deze laat de appel uit een boom vallen en is verantwoordelijk voor de beweging van de planeten. De elektromagnetische kracht is de kracht tussen bijvoorbeeld een positief en negatief geladen deeltje. Deze kracht zorgt dus voor dat het elektron in zijn baan om de kern blijft. De sterke kernkracht is de kracht die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de protonen in elkaar blijven zitten. Want ook protonen zijn opgebouwd uit weer nog kleiner deeltjes quarks genaamd. De sterke kernkracht houdt dus deze quarks bij elkaar. De zwakke kernkracht is verantwoordelijk voor dat kernen kunnen vervallen en is dus de oorzaak van de daarbij optredende radioactiviteit. In het schema zie je dat drie van deze fundamentele krachten met elkaar verbonden zijn, maar de gravitatiekracht past nog niet in het plaatje. Dit is een van de uitdagingen van de moderne natuurkunde, om theorie op te stellen waar al deze vier fundamentele krachten in verbonden zijn.
Oké, weer terug waar we gebleven waren. Stel, je hebt een massa van 1 kilogram en die staat op aarde. Hoe groot is de gravitatiekracht daarop? Probeer eerst het antwoord eens uit hoofd. Daarna gaan we het eens berekenen en kijken of het goed gaat. Dus eerst even een pauze klikken. Goed, eerst de massa van een maan weer veranderen in de massa van die 1 kilogram en de afstand tussen beide massa's, die is nu gelijk aan de straal van de aarde. Ook de massa in de formule aanpassen en de afstand veranderen en met de rekenmachine even uitrekenen. En de uitkomst is dan 9,81 newton. Maar dat had je natuurlijk al, want hier op aarde is de gravitatiekracht, wat hier de zwaartekracht is, te berekenen met F is M mal G. En dat is inderdaad uit het hoofd te doen. De planeten bewegen dus allemaal in hun eigen baan met hun eigen snelheid, dankzij de gravitatiekracht. Niet alleen planeten, maar ook de diverse manen rond de planeten en ook de kometen die zo nu en dan langskomen, doen dit onder invloed van de gravitatiekracht. Deze animatie kun je zelf nog wat langer bekijken. Behalve kijken kun je daar ook nog diverse zaken instellen. Een hele mooie instelling is bijvoorbeeld hoe het eruit ziet als niet de zon, maar de aarde in het midden zou worden gesteld. De planeten verschillen nog behoorlijk in hun omlooptijd. We zullen eens kijken waar de omlooptijd van afhangt. Behalve de maan cirkelen nog vele andere zaken rond onze aarde, namelijk satellieten. Voor deze satellieten geldt dat als ze een cirkelbaan beschrijven, hetzelfde als voor de planeten. Voor satellieten zijn er twee belangrijke soorten banen. Een geostationaire baan en een polaire baan. Een geostationaire baan kenmerkt zich dat de satelliet zich steeds boven hetzelfde plekje op aarde bevindt. GPS-satellieten en communicatiesatellieten zijn satellieten die zich in zo'n baan bevinden. Bij de polaire baan zit de satelliet in een baan die over beide polen van de aarde gaat. Hierdoor gaat de satelliet iedere keer over een ander stukje aarde. Satellieten die zich in zo'n baan bevinden zijn bijvoorbeeld spionagesatellieten. Ten slotte nog een impressie afkomstig van YouTube van geostationaire en polaire satellieten. En dat was het weer. Nog even deze drie dingen in je schrift zetten met het juiste antwoord erbij. Ik hoop dat je eruit komt. Ik reken in ieder geval wel op.